Heerlijk. Ik heb echt mijn happy place hier hoor. Ik ga het echt ontzettend missen. Ik heb echt ontzettend veel lol in mijn werk hier gehad. De allerlaatste ronde is aangebroken bij De Prael. Na 5 mooie jaren aan het Boterdiep heeft de brouwer en proeflokaal haar deuren afgelopen zaterdag gesloten. Door de stijgende energiekosten en duurdere grondstoffen was het voor de sociale onderneming onmogelijk om overeind te blijven. We hebben echt heel bewust zijn we hierheen gekomen. Ik hoorde donderdag was ik hier en toen stond ik aan de bar, bestelde ik iets. Toen vroeg de barman, weet je het nieuws al? En toen zei ik, hebben jullie een doorstart? Nee, zei hij, we gaan sluiten. Zei, dat weet ik al heel lang. En toen vroeg ik van hoe lang, wanneer gaan jullie voor het laatst open? Vanavond. Oké, afspraak maken, wij komen eten. Niet alleen de bezoekers zijn aangeslagen door de sluiting, ook de werknemers kunnen het nog niet echt geloven. Het is gewoon een hele vreemde gewaarwording. Toen we de mededeling kregen, nou, dan hadden we zoiets van, we waren verdrietig, we waren boos. Ik was heel erg boos. Maar we hadden wel zoiets van, we willen het gewoon goed doen tot aan de sluiting. En we gaan niet met de pakken neerzitten. We gaan op dezelfde manier door om de mensen gewoon een goed gevoel te geven als ze hier komen. En dat we met opgeheven hoofd hier weg kunnen gaan. Ja, ik ga het echt enorm missen, zeker. We hebben gewoon heel veel lol, ons team is ook geweldig, we hebben het allemaal heel goed met elkaar allemaal. En het is gewoon fijn werken hier, ja. Het zal voor iedereen nog wel even moeten landen, denk ik, als de deuren vanavond dicht gaan. Dan gaan we vanmorgen nog even met elkaar eten hier en nou ja, dat we het ook echt even afsluiten. Want zoals voor mij zo ook voor de anderen natuurlijk die hier 5 jaar hun benen onder hun lijf hebben weggelopen. Dus ja, dat zal wel even een bittere pil zijn voor iedereen. Toch wel een verdrietig moment, maar ook heel mooi. We hebben een hele mooie tijd hier gehad. Het is gewoon echt een hele leuke tent om te zijn. De formule met mensen met een rugzakje die je dan bedienen, dat maakt het gewoon heel ja, warm. Het is heel fijn. Welk biertje gaat u het meest missen zometeen? De lekkerste vind ik de trippel. Maar we hebben nu net de bitter blond gehad en die vond ik ook echt heel lekker. Maar we hebben best heel veel geprobeerd, ook zomers toe, we weer andere IPA's vind ik lekker. Maar gemiddeld, de trippel vond ik echt de beste. Jullie waren net hierachter, maar wij gaan straks nog wel even heen om een doos samen te stellen. En dan vragen we er ook een glas bij, dat we het ook dus thuis nog stiekem kunnen nagenieten met een glas van De Prael. Het is de laatste avond en morgen nog een afsluiting met het personeel? Ja, zeker. Dus gaan we nog even een goed einde van maken. Dan worden de biertjes pas gedronken? Ja, ik ga wel maar lekker aan het bier.